Graad 4, wiskunde les 1. Kom eens kijken, ons doen inhoud en volume vandaag. Nou, daar is een verschil tussen inhoud en volume. Inhoud is die totale hoeveelheid ruimte binnen een houer. Dit is hoeveel een houer kan bevat. Die inhoud, ruimte, totale ruimte binnen een houer. Waar volume is die hoeveelheid ruimte wat iets in beslag neem. As ek nou water ingooi, dan is dit hoeveel die volume is wat ek ingooi. Dit is die hoeveelheid ruimte wat iets in beslag neem. Kom ons kyk. Een liter bottel het dalk net een halve liter water in. Die bottel se volume in die bottel is een halve liter. Maar hy kan een liter vat. Dit is die verskil tussen inhoud en volume. Nou kom ons kyk een bietjie, ons meet die hoeveelheid vloeistof in eenhede wat ons liter en milliliter noem. Liter en milliliter. Een koppie is omtrent so 250 milliliter. Neem nou kennis. Dan kan jy min of meer skat hoe groot en hoeveel is een milliliter en hoeveel is een liter. Een koppie is 250 milliliter. Een theelepel is maar 5 milliliter. Nou denk nou net een bietjie, hoe klein is 1 milliliter dan? Is een theelepel 5 milliliter is. Kinders, dit geef jou een idee van hoeveel is een milliliter en hoeveel is een liter. Nou kom ons kyk verder. Waterbottels, hierdie waterbottels, julle ken nou al die waterbottels wat julle koop by die winkel. Daar is een 5 liter ene en dan kry ons een grootte wat 20 liter bevat. Kyk die verskil, ne? Nou goed, as ek beweeg van milliliter na liter, ons het nou gesien hoe groot is een milliliter en hoe groot is een liter, ne? As ek beweeg van milliliter na liter, van een klein eenheid na een groter eenheid, moet ek deel. Maar as ek van liter na milliliter beweeg, van een groot eenheid na een kleinkie toe, dan moet ek vermenigvuldig. En daar is 1000 milliliter in een liter. Kleinkie na grootte, deel, grootte na kleinkie, vermenigvuldig. Nou, liter en milliliter, kom ons kyk, daar het ek een aantal milliliters vir jou gegeen. 250, 500, 5 milliliter, 1 liter, 5 liter, 750 milliliter en 15 milliliter. Nou gaan julle vir my skat min of meer wat ene pas by wat ene. Kom ons kyk net eers weer. Groter hoeveelhede word in liters gemeet en kleiner hoeveelhede word in milliliter gemeet. Nou, een koppie, wat sou jy sê? Wat een van daai pas by die koppie? Ja, 250 milliliter, ons het dit net nou gesien, ne? 250 milliliter is omtrent so een koppie. Nou kan jy uitwerk hoeveel koppies koffie jy drink in die dag, ne? Nou kom ons kyk gauw na die bottel water wat jy daar sien, wat skat jy? Wat een van die sal het wees? Yes, dit is 'n liter, ne? Dit is 'n liter bottel, jy weet nou, like 'n liter bottel, daar is 'n liter, bietjie groter, so, nou vat ons nie meer milliliter nie, ons praat nie van 1000 milliliter nie, ons praat van 1 liter. Kom ons kyk daai glas, wat sal jy skat is hy? Ja, omtrent die koppie is 'n grootte 250 milliliter. En daai bottel, olie wat jou ma in die kombuis gebruik, wat skat jy sal hy wees?
Yes, 750 milliliter. 750 milliliter. Nou, daar het ek twee lepels vir jou. Die een aan die rechterkant is een theelepeltjie en die ander ene is een eetlepel. Ons noem hom 'n eetlepel en 'n theelepel. Die eetlepel is die een wat jy ken waarmee jy jou nagereg eet, né? Ah, dis die ou grootte. En dan het ons die theelepel, die kleintjie waarmee jy jou koffie roer. Nou, wat sê jy sê die theelepel? Hoeveel milliliter? Julle het hom al gehad. Ons het hom net nou gesê, 5 milliliter. Nou, wat die een sal die eetlepel wees? Ja, 15 milliliter, né? Goed. Dan het ons daai ou groot bottel. Wat sê jy sê, hoeveel liter is hy? Ja, hy is 5 liter. 5 liter. En daai botteltjie, wat sê jy sê? Mooi 500 milliliter. Kinders, nou het jy min of meer een idee van milliliter en liter en hoeveelhede, né? Baie mooi, well done.